Geachte aanwezigen, van harte welkom bij de raadscommissievergadering van 3 oktober. Van harte welkom op de tribune, van harte welkom de mensen die met ons meekijken, college, raadscommissie, van harte welkom. We hebben een aantal afwezigen, zo lijkt het niet, maar ik zal u meenemen. Meneer Nijkamp van de ChristenUnie is afwezig en wordt vervangen door meneer Rodenboog. Meneer Wildvank, Partij van de Arbeid, is afwezig en wordt vervangen door meneer Broeren als commissielid. Meneer Schuring, VVD, is afwezig en wordt vervangen door meneer Veldhuis. En meneer Raamaker, gemeentebelangen, is afwezig. En meneer Nijburg is in aantocht, hoor ik. Vandaar. Daarmee heb ik de opening gehad. En ik wil daarna naar agenda punt 2, spreekrecht burgers. Buiten de termijn is nog een aanmelding ontvangen. Maar we hebben besloten om dit toch toe te staan, bij wijze van uitzondering. Het betoog heeft betrekking op de ingezonden brief over het servicepunt Leemleveld. En vorige week heeft de raad besloten deze brief bij de beraadslagingen in de commissie te betrekken. En ik wil meneer Hoogboom vragen achter het katheter plaats te nemen. U krijgt 5 minuten maximaal. Wilt u, nadat u gesproken heeft, nog even blijven staan, mochten er nog vragen zijn? En het gaat over de wijziging van de publieksdienstverlening burgerzaken. En dan met name rondom het cultuurhuis, de mozaïek in Leemleveld. Daar spreekt u over in. Ga uw gang. Helemaal. Dankjewel. Dankjewel dat ik toch nog, al was ik iets buiten de termijn, dat ik toch nog spreektijd kreeg. Ik ben daarmee zeer verguld. Want uiteindelijk zeg maar, was het een punt waar toch een beetje aan... ik zit ook niet elke dag op de website van de gemeente om alles nog eens door te nemen en in de stukken te bladeren. En ik was eigenlijk, toen ik een stuk las over servicepunt Leemleveld, was ik eigenlijk... als je daar een kwalificatie aan moet geven, dan zou ik zeggen, ik was verbijsterd. En daarom wil ik er toch graag nog het een en ander over zeggen. Op 23 juli hebben wij middels een ingezonden brief aan het college laten weten dat we bezorgd zijn over geruchten betreffende de sluiting van het servicepunt in Leemleveld. Daarbij zelfs nog enkele suggesties toegevoegd om het mogelijk te maken dit punt open te houden, daarmee een stukje service voor Leemlevelders te bestendigen. We mochten hierop geen reactie ontvangen. Vandaag staat dit punt op uw agenda en lijkt al haast een voldongen feit te zijn. De belangrijkste motivatie die ervoor wordt aangevoerd is verbetering van de dienstverlening voor de burger. In onze ogen betekent dit echter niks anders dan pure afbraak van de gemeentelijke dienstverlening in Leemleveld. Dat er afstemming is geweest met plaatselijk belang doet hier niets aan af. In een vergadering waarin 4 van de 5 partijen er baat bij lijken te hebben door de verruimde openingstijd in Dalfsen, die in het vooruitzicht wordt gesteld, komt me dat niet vreemd over. Sluiting Leemleveld was hierbij nodig om het kostenneutraal te laten verlopen. Ook zijn de leden van plaatselijk belang Leemleveld, wat dit gebeuren betreft, zeker niet geraadpleegd. De financiële onderbouwing voor de kosten van de servicepunt die gehanteerd worden zijn erg discutabel. Zo is er een balie voor meer dan 2 werkplekken aanwezig en is er op elk moment voor afspraken waarvoor dit nodig mocht zijn een af te sluiten ruimte aanwezig. Ook is een kluis aanwezig waarover de gemeente desgevraagd kan beschikken. Ze mogen hem zelfs alleen gebruiken als dat ook noodzakelijk is. Dan is er nog een huurcontract met het cultuurhuis dat nog doorloopt tot april 2019. Wat betreft personeelskosten, daar hebben we in een brief van 23 juli al suggesties voor gedaan. Met het leveren van een onbezoldigd ambtenaar als tweede man op die post. Daarnaast wil ik graag opmerken dat bij alle genoemde suggesties voor alternatieve dienstverlening ook zelden voldaan kan worden aan de eisen die in de toekomst klaarblijkelijk wel aan het servicepunt gesteld moeten worden. Dat er op lange termijn meer gedigitaliseerd gaat worden ligt zeker in de lijn der verwachtingen. Het lijkt me echter de moeite waard om een servicepunt minimaal voor 1 dagdeel per week te handhaven en wel op een tijdstip dat ook mensen ook tijd kunnen vinden om de post te bezoeken. We kunnen dan nadien altijd nog evalueren of het openhouden de moeite waard blijft. Regelgeving is leuk, maar ook vanuit Den Haag hoor ik regelmatig de kreet: als het niet helemaal kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Als initiatieven weer eens niet exact binnen de regels uitgevoerd kunnen worden. Er zijn gemeentebesturen die dan wel eens hun nek durven uit te steken. Tot slot, graag hadden we al in een eerder stadium uw gesprekspartner willen zijn.
Dat was het wat mij betreft. Want het cultuur is de mozaïek. Dank u wel, meneer Hoogeboom. Zijn er vanuit de commissie vragen aan meneer? Mevrouw Ramerman, CDA. Dank u wel, voorzitter. Meneer Hoogeboom, ik heb het even niet goed gehoord. Zijn u nu 1 of 2 keer openhouden in de week? Nee, wat ik hier zelf, dat toch minimaal graag 1 keer, okay. 1 dagdeel per week. En dan ja, en ook een dagdeel dat het toegankelijk is voor mensen. Dus eigenlijk dan zit ik echt te denken aan 3 tot 7 of 4 tot 8 of zo. Dat mensen ook daadwerkelijk daar gebruik van kunnen maken. En dat ze dan niet met de bus die niet rijdt naar Dalfsen moeten. Goed, duidelijk. Dank je wel. Nog meer vragen vanuit de commissie? Dank u wel voor uw inspraak, meneer Hoogeboom. En daarmee hebben we het spreekrecht van de burgers gehad voor deze avond. En wil ik toe naar agenda punt 3, vaststelling van de agenda. Voor u ziet u de agenda. En wil iemand daarover, daar naar aanleiding van? Meneer Schuurman, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. Wij hebben binnen de fractie ruim besproken en wij willen graag vragen om punt 4 van de agenda te halen. Wij vinden het uitermate belangrijk dat er een goed plan komt voor het integreren van de statushouders, maar we zijn van mening dat dit vanavond niet het moment is om dit te bespreken. Technisch gezien kan er een groot verschil zitten tussen de onderwerpen huisvesting, statushouders en het plan van aanpak over thuisvesting, maar we vinden dat we onze inwoners geen recht aan doen door dit punt te bespreken alsof alles op dit ogenblik al in kan en kruik is. We begrijpen wel dat er door dit verzoek vertraging optreedt, maar onze voorkeur gaat uit naar een open discussie op een later bepaald moment door de agendacommissie op het moment dat het passend is. Dat wat agenda punt 4 betreft. Meneer Royakkers wil erop reageren. Ja, voorzitter. Collega, collega, collega's in de raad, college en aanwezige belangstellenden in de zaal of thuis. D66 heeft de verschillende overwegingen ook al over de mail van partijen, gemeentebelangen en anderen om het punt af te voeren goed gevolgd, maar komt toch tot een heel andere conclusie. Hoewel wij bij stemming straks waarschijnlijk ver in de minderheid zullen zijn, informeer ik u toch van onze mening. Misschien dat ik sommige partijen ook kan overtuigen. D66 is namelijk de partij van burgerparticipatie. Samen oplossingen zoeken waarvoor wij als gemeenschap gesteld worden. Natuurlijk was de inspraakronde van vorige week erg heftig. En mijns inziens ging een van de insprekers te ver en werd te persoonlijk. Van de verschillende insprekers en uit andere bronnen begrijp ik echter heel goed dat veel inwoners, vooral in de buurt van de beoogde locaties, zich zorgen maken en daar vaak emotioneel bij zijn. Zorgen en meningen op vele punten. Zoals de veiligheid, hoe zorgen we daar met elkaar voor, wat doet de gemeente of de politie in voorkomende gevallen. De lange duur van de tijdelijke bestemming, 10 jaar is in de ogen van velen niet te overzien. Men heeft de voorkeur aan korter tijdelijk en dan naar een huurwoning of meteen naar huurwoningen, hoor je ook wel. De aantallen, soms hoor je dat 20 mensen op een locatie te veel is, soms ook dat 4 mensen ook te weinig is om met elkaar wat te doen, dat schiet niet erg op. De mogelijke waardedaling van een huis, mocht er tijdelijke huisvesting naast of in de buurt komen en vele mensen vinden de plek om verschillende redenen ongeschikt. Mooie natuur, te ver uit het dorp, te ver weg of te dicht bij scholen of sport. Meneer Royakkers. Jij komt tot de conclusie. Fijn. Deze zorgen en meningen moeten we serieus nemen en daar is nog het een en ander uit te leggen en te communiceren door de gemeente, dunkt me. Waarom heeft de gemeente het zo aangepakt, waardoor de mensen zich overvallen voelen en valt er mogelijk nog wat te verbeteren? En over dat proces spreken we in een openbare vergadering in november, meneer Schuurman. Wat mij wel opvalt in vrijwel alle verklaringen, inspraak en contacten is dat de bewoners van de gemeente Dalfsen zich niet richten tegen het principe van de opvang van statushouders, integendeel. Er is breed begrip voor deze zaak, deze taak die alle gemeenten op zich moeten nemen. Juist daarom is het goed om de startnotitie vanavond te bespreken. Die gaat niet over het waar, maar over het hoe. Hoe kunnen we als gemeente ertoe bijdragen dat deze mensen zo snel mogelijk de taal leren, de kinderen naar school gaan, weten hoe we met elkaar omgaan, aan het werk komen en zo een bijdrage leveren aan onze maatschappij? Ik onderbreek u nu. Daarom vindt de D66-fractie dus dat we vanavond wel dat moeten bespreken. En ik wil de andere partijen vragen om daarop te reageren. Het was een betoog. Geen reactie op.
Meneer Broeren, Partij van de Arbeid. Ik zal verder niet ingaan op de inhoud, maar ik ga wel graag mee in het betoog van mijn buurman. En dat gaat met name over de beslotenheid vanavond. Ik hoor het argument dat onze inwoners het onderwerp inburgering en de discussie rondom de tijdelijke locaties niet uit elkaar zouden kunnen houden. Volgens mij kunnen mensen dat prima. En zo niet, dan is het aan ons de taak om dat uit te leggen. Dat is namelijk communicatie. Ik vind het jammer dat rumoer rondom sommige locaties nu zelfs negatief invloed gaat hebben op de besluitvorming rondom de inburgering van statushouders. Dit terwijl het onderwerp er volgens mij om vraagt om zo snel als mogelijk in gesprek te gaan. In gesprek met deze specifieke groep mensen, in gesprek met elkaar. Ik vind dit besluit dan kort gezegd betreurenswaardig. Het is nog geen besluit. Nee, maar dat bekennen we de afloop. Wie wil er nog meer op reageren? Mevrouw Lasje, ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil graag aansluiten bij het verzoek van gemeentebelangen. We hebben ook alle argumenten, we hebben erover gesproken, we hebben alle argumenten gehoord. En ook wat nu net gezegd is door D66. En we begrijpen best wel dat er onduidelijkheid is en dat we die niet allemaal weg kunnen nemen. We vinden dat er zoveel onduidelijkheid is in het dorp over wat er gaat gebeuren rond huisvesting, dat we vinden dat we daar eerst duidelijkheid over moeten geven voordat wij een stap overslaan en nu gaan zeggen, we gaan over thuisvesting spreken. Want het is echt heel belangrijk dat wij onze burgers, onze inwoners daarin meenemen en dat we zoveel mogelijk, en daar zijn we altijd voor geweest, zo open mogelijk, veel mogelijk, transparant mogelijk informeren. Maar als we dat nu niet doen, als we niet aan het begin beginnen, beginnen we bij stap 5 en slaan we stap 1 over. En dat vinden we jammer. En het hele proces, we vinden het ook heel jammer als dat vertraagd zal worden. Onze oproep zou ook zijn, begin gewoon waar je kan beginnen en wacht niet op alles. Hè, want ook de notitie thuisvesting gaat uit van dat we al snel beginnen met inspraakrondes. Dat mag wat ons betreft best wel, maar we vinden wel dat je de juiste volgorde moet doen. Dus wij sluiten aan bij het verzoek van gemeentebelangen. Dank u wel, mevrouw Lasje. Meneer Uitslag, CDA. Dank u wel, voorzitter. Ik sluit aan bij de laatste woorden van mevrouw Lasje, dat je het in de juiste volgorde moet doen. En dat is volgens mij nadenken over de personen die je gaat ontvangen en over de locaties daarna. Wetend dat, as we speak, we al aan het huisvesten zijn. Hè? Dus nu al worden mensen opgevangen in huurwoningen. 10% van de vrijkomende woning gaat ook naar de statushouders toe. Dus op dit moment zijn we al bezig daarmee. En de raad heeft ook verzocht om daar met voorrang op te pakken door het college, zodat we ook zo snel mogelijk op alle locaties waar we mensen vestigen, hè, dus we praten niet alleen over de tijdelijke locaties, maar over alle locaties, om daar beleid op te maken, zodat we de personen zelf, maar ook de omwonenden, daar maximaal in kunnen tegemoetkomen. En ook, nou, ik wil niet zeggen geruststellen, maar we kunnen laten zien dat we als gemeente niet alleen mensen ergens neerzetten, maar ook nadrukkelijk een vervolgtraject klaar hebben staan. En ik zou het erg jammer vinden om vanavond niet hierover te spreken, zodat we omdat we dat dan als vervolgtraject op zijn minst met een maand opschuiven. Dat zou ik jammer vinden. Maar goed, misschien dat de wethouder in deze ook zijn mening kan verkondigen. Dan kunnen we daarna maar gaan stemmen. Dank u wel, meneer Uitslag. Meneer Veldhuis, VVD. Ja, dank u, voorzitter. VVD stelt zich ook op het standpunt om niet in een voorstel mee te willen gaan. Ik denk juist dat we de afgelopen weken goed gehoord hebben waar veel pijn zit bij de bevolking. Ze willen juist de openheid van de gemeente hebben. Ik denk juist dat het dit uitgelezen kans is om het hier nou over te hebben. We zien het op de tribune, er zijn veel mensen aanwezig. Dus ik zou zeer zeker voor pleiten om dit punt vanavond gewoon te behandelen. Te meer ook omdat de volgorde daarin, ik denk dat het belangrijk is, de plan van aanpak had er eigenlijk al lang moeten liggen. En ik denk juist dat het zo snel mogelijk opgepakt moet gaan worden. En dat we geen verder uitstel daarin moeten hebben. We moeten duidelijkheid gaan geven. Duidelijk, toch, meneer Veldhuis. Dank u wel. En ik wil ook graag de wethouder vragen om de consequenties. Wat is het gevolg als we vanavond dit onderwerp niet gaan behandelen? Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de raad heeft natuurlijk altijd de bevoegdheid om onderwerpen op de agenda te plaatsen, maar om ze ook net zo gemakkelijk weer van de agenda te halen, zoals nu door een aantal partijen wordt voorgesteld. Maar als ik dit zo hoor, dan denk ik wel, ja, dan vecht er bij mij wel een beetje verbazing en teleurstelling om voorrang. En als ik daar dat zeg, dat betekent eigenlijk dat ik het een gemiste kans zou vinden als dit onderwerp vanavond niet besproken zou worden. En dat zeg ik niet alleen omdat we als college veel tijd en aandacht hebben besteed aan het onderwerp, maar dat zeg ik vooral ook voor de insprekers van vorige week, die natuurlijk niet praten over de huisvesting, maar als je echt
hoorden waar het echt om ging, dan ging het om participatie, dan ging het over integratie en dan ging het over veiligheid. En daar had u als raad vanavond een hele belangrijk signaal kunnen afgeven hoe we daar nou mee moeten omgaan. Het was niet voor niks een startnotitie. Er hoefde vanavond niets te worden vastgesteld. U hoeft alleen maar zaken mee te geven richting het college waar iedereen uiteindelijk baat bij zou hebben. Ook de mensen, de toekomstige nieuwe inwoners van Dalfsen, die willen natuurlijk ook dat ze goed worden opgevangen in Dalfsen. En u had daar richting aan kunnen geven en dat laat u waarschijnlijk achterwege. En dat zou ik heel erg jammer vinden als dat inderdaad gebeurt. Maar goed, ik kan ook natuurlijk tellen van hoe de verhoudingen liggen nu inderdaad. En het lijkt inderdaad te gebeuren dat het naar de latere datum wordt verschoven. Maar ik zou u wel willen meegeven, wacht daar niet te lang mee. ChristenUnie zegt dan weliswaar, laat de bewonersavonden wel doorgaan de komende tijd. Maar vanavond had u ook al richting de bewoners iets kunnen meegeven, een signaal. Ik weet niet wanneer u dat nu wel wilt doen. Ik hoop dat u dat ook nog wilt aangeven. Maar ik zie nogmaals een gemiste kans voor heel veel partijen. En ook voor de mensen op de tribune vanavond of die het anderszins via de livestream volgen. Ik ben alleen maar benieuwd wanneer dan wel. Wat mij betreft mag het volgende week, het maakt niet uit, maar wel op korte termijn hoop ik. Want dit was een startnotitie. De eigenlijke notitie zou pas in maart komen met alle vervolgprocessen die zouden hebben plaatsgevonden. En nu schuift het waarschijnlijk naar april en mei op. En dat is toch echt te laat, dan zijn we helemaal aan de achterkant van het beleid bezig. Dus wat mij betreft, jammer, heel jammer. Dank u wel, meneer Martel, van Martels, voor dit betoog. Ik wil de partijen die hebben gepoogd het van de agenda af te krijgen, vragen of ze willen heroverwegen naar aanleiding van de inbreng van de andere partijen. Dank u wel, voorzitter. We hebben de argumenten gehoord. Eigenlijk zitten er niet veel nieuwe argumenten voor ons bij. Het gaat ons er juist net om dat op dit ogenblik naar buiten toe de diverse onderwerpen die heel dicht bij elkaar liggen toch redelijk in elkaar verweven zijn. Het gaat ons niet om de insprekers van vorige week, het gaat ons om de omwonenden, het draagvlak wat er op dit ogenblik is in het dorp. En laten we eerlijk zijn, op dit ogenblik worden de statushouders ook goed opgevangen in ons dorp. Dat heeft volgens mij niet een direct gevolg met het bespreken van de startnotitie deze avond. Wat mij betreft, het is een startnotitie. Ik zou zeggen, ga in ieder geval vast aan de gang. Ga aan het werk, want volgens mij is die weg de goede weg. Maar niet op dit ogenblik het bespreken hier, alsof er alles al in kan en kruik is. Dank u wel, meneer Schuurman, gemeentebelangen. Mevrouw Lasjevis. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk niet zoveel toe te voegen. Ik wil eigenlijk ondersteunen wat net gezegd is. Verder heb ik geen toevoegingen. Dank u wel. Dan wil ik overgaan om de stemming te peilen. Wie is voor het voorstel van meneer Schuurman om het agendapunt 4 van de agenda te halen? Daarmee heb ik ChristenUnie 2 stemmen en, gemeentebelangen 8 stemmen. Daarmee kom ik op 10. Wie is daar tegen? Dat is CDA, D66, Partij van de Arbeid en VVD en kom ik op 9. Daarmee is het voorstel aangenomen. Het gaat dus van de agenda af. Het wordt in de handen gelegd van de agendacommissie. En dan gaan we opnieuw kijken wanneer de startnotitie opnieuw op de agenda zou kunnen. En we zullen ook overleggen met het college wat belangrijk is. Meneer Van Martels wil nog wat zeggen. Nou, ik zit alleen met het dilemma nu. Er wordt aangegeven door de partijen die tegen zijn dat het vanavond wordt besproken. Van ga er gerust mee aan de gang. Maar de startnotitie bespreken we op een later tijdstip. Als we het andere onderwerpen ook zouden gaan doen, dan weet ik niet waar we blijven met z'n allen. Het lijkt me toch heel logisch dat we alles in de goede volgorde doen. En dat betekent ook eerst bespreken met de raad. En daar hebben we natuurlijk een startnotitie voor. Ik wil met alle plezier aan de gang gaan, maar dan ja, dan loop ik wel het risico dat het achteraf nog wordt teruggevloten op bepaalde punten. Dus daar wil ik dan even duidelijkheid over verschaft zien worden van hoe moet er nou mee omgaan? Want dat is wel even een dilemma. Dank u wel, meneer Van Martels. Dat nemen we mee naar de agendacommissie. Ook de consequenties van het uitstel zoals het nu voor ligt. En daarmee moet ik concluderen dat agendapunt 4 helaas dus niet, wat de agenda betreft, besproken gaat worden. En daarmee gaan we. Ik heropen de vergadering. We gaan verder met het projectplan Schat van Dalfsen.
Vorig jaar heeft de Raad gevraagd om werk te maken van de bijzondere archeologische vondsten van vorig jaar in de wijk Oosterdalsen. Het college heeft dat opgepakt, enthousiast opgepakt en het programma Schat van Dalsen ontwikkeld. In de afgelopen voorjaarsnota heeft het college 100.000 euro krediet gekregen onder de toezegging dat de Raad geïnformeerd zou worden over het plan van aanpak. En dat projectplan dat ligt nu ter informatie voor ons. En de wethouder wil graag een trailer laten zien, heb ik begrepen. Ja, hij wordt enthousiast. Ja, en ik stel het toe, hopelijk, voorzitter. Sorry, en ik stel voor dat we daarnaar kijken, want bedoel, ja. Dat geeft al een mooi beeld. Hij wordt ingestart. Mensen thuis kunnen niet zien, dus ik probeer te vertellen wat ik zie. Dat kan niet, wordt er niet. Oh, er is ook tekst bij. Ja, het geluid is wel. En ik stel het toe, hopelijk, voorzitter. Sorry, ik stel voor dat we daarnaar kijken, want bedoel, ja. Dat geeft al een mooi beeld. Hij wordt ingestart. Ik ben er heilig van overtuigd dat iedereen een familie nodig heeft. En als je hem niet hebt, dan zoek je hem. Een familie is niet per se bloedband. Een familie kan ook een groep zijn waar je voor gekozen hebt. Ja, een familie ga je op een bepaalde vanzelfsprekende manier mee om. Daar zit veiligheid in. Ja, hoe belangrijk is familie? Familie is... Ja, daar begint het. En dan ineens word je geconfronteerd met familie van 5000 jaar terug. Ja, gewoon niks zeggen. Dat is wel heel simpel. Zelfs de studenten die daar... meehielpen als ze thuis kwamen bij hun ouders en familie, mochten helemaal niks zeggen wat er gevonden werd. De eerste reactie van ons was, drie wethouders en mijzelf, was oh help. Dit kunnen wij niet. Dat was het eerste, angst. Angst voor gedoe. Dat je dat beleven mag, dat is al iets, ja, heel geweldig. Het was iedere keer weer, als ik naar huis fietste, het was gewoon even een droomde. Ja. Prachtig om te zien, maar dan denk ik, op wat voor mooi décolleté zouden die kralen gelegen hebben? Of welke mooie lippen zouden de rand van die mooie glazen beker hebben aangeroerd? Ineens kom je erachter, het is wel verrekte oud land. Dat je af en toe stilstaat bij de lange lijnen van het leven. En dat je realiseert dat hier al 5000 jaar geleden mensen woonden. Dus dat het niet van jou is. Maar het is ook van degene die hier vroeger woonden. En het is ook van degene die hier straks komen wonen. Dat besef. Daar gaat het om. Ik denk dat ze verliefd werden. En ik denk dat ze vreden. En dat ze werkten. Dat ze bang waren. En gelukkige momenten kenden. Net als wij nu. Niet veel anders. We zagen prachtige beelden van de vecht. Een mijmerende meneer Noten die vertelt wat hem overkwam. En daarna nog heel veel beelden van trechterbekers, meneer Goudbeek, met zijn ervaring en zijn enthousiasme. Dat is een stukje van de Schat van Dalsen, zoals het straks misschien in groter verband voorbij komt. Het onderwerp staat informerend op de agenda. Dus ik wil graag voorstellen in principe te behandelen in één ronde, waarbij we dus vragen kunnen stellen en ik hoor ook graag uw opinie. Ik zie geen ambtelijke ondersteuning, dus die is er niet. En we zullen horen wat u ervan vindt. Wie kan ik het woord geven voor het stellen van vragen en de opinie? Als eerst. Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. We hebben eigenlijk één vraag en dat gaat over de kosten. Die zijn nu verdeeld in 40.000 voor programmalijn lokaal en 60.000 voor regionaal landelijk. Komt hier nog een verdere onderbouwing van? Voor de rest prima stuk. Dank u wel, meneer Veldhuis. Meneer Rooijakkers, D66. Dank u wel. Ik heb drie vragen. Er is kennelijk animositeit in de archeologische wereld ontstaan, naar aanleiding van de manier waarop dat
Dallassen dit behandelt. En ik snap dat niet goed. Misschien kunt u daar nog een nadere toelichting op geven wat daarachter ligt. Dan op de tweede plaats begrijp ik als tweede vraag inleiding even dat dat mogelijk die animositeit in die wereld negatief kan uitpakken voor subsidies. En er is een plan om ergens in de zomer 2017 dat met een symposium voor die beroepsgroep te proberen te beantwoorden. Mijn vraag is, kan dat niet sneller als dat ernstige financiële consequenties zou kunnen hebben? Kunnen we niet een crashactie daarop doen? En de derde vraag is, er komt een leerlijn erfgoed voor de Dalfse basisscholen. Kan dat ook ter beschikking van andere basisscholen in het hele Vechtdal komen? Dat lijkt ons een goed idee. Hè? Het Vechtdal is toch iets waar wij naar kijken. En ons oordeel, u wilde het in één ronde, heel positief. We kunnen ons als Dalfse heel prima profileren in het Vechtdal. En een goede zaak dat het onderwijs nadrukkelijk bij de plannen betrokken wordt. En dat het college ook bij het uitwerken van de plannen in de wijk mensen erbij betrekt. Dank u wel. Dank u wel, meneer Royakkers. Meneer Beroeren, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb verder geen informerende vragen, maar ik wil graag het college bedanken voor dit mooie plan van aanpak. Wij zijn altijd voorstander geweest van het incorporeren van onze rijke geschiedenis. En hij blijkt steeds rijker. En we willen hem dus ook vooral goed borgen in onze mooie nieuwe woonwijk. Dit vinden wij belangrijk vanuit historisch, educatief en toeristisch perspectief. Volgens ons ligt er nu een mooi plan. Er staan een aantal hele mooie projecten in omschreven. Complimenten. Doen. Dank u wel, meneer Beroeren. Meneer Uitslag, CDA. Ja, laten we gewoon op het rijtje verder gaan. Toen ik dit stuk zo las, voorzitter, heb ik er met grote letters identiteit boven geschreven. Identiteit. Want het verbindt je met elkaar als inwoners in Dalfsen. Het verbindt ons ook met het verleden en daarmee automatisch ook met de toekomst. Dus identiteit. En wat me allereerst erboven bekropen, het is echt iets van Dalfsen op dit moment nog. De verbinding met andere kernen is wat ons betreft erg belangrijk. Hè. Het Vechtdal hoor ik ook al van D66. Nou goed, nog verder ambitie, maar zeker ook alle kernen in Dalfsen. Vanuit dat uitgangspunt onderstreep ik ook van harte de schatkamergedachte. Hè. Dus dat de trechterbekers in perspectief worden geplaatst met andere geschiedkundige voorwerpen. En die dan per kern weer belangrijk zijn, zodat je ook die verbinding gaat krijgen. Bewonersmerken zijn een goed idee. We vroegen ons af of dat wellicht voor alle nieuwe inwoners, juist vanuit die verbondenheidsgedachte, van onze gemeente zou kunnen beschikbaar worden gesteld. Dus niet alleen voor de mensen die daar komen wonen, maar ook voor de mensen die nieuw komen wonen in onze gemeente, die dat allemaal krijgen. Zoveel extra zullen dat er niet zijn. En ik kan me juist voorstellen dat ook dat weer een stukje trots toe gaat voegen. En voor de bezoekers en misschien ook wel voor de mensen zelf, misschien zouden we ook in de openbare ruimte op meer centrale plaatsen de beleving willen zien van de trechterbekers. Dat je het op meerdere plekken tegenkomt. Als je nu dat levenspad wat dan in die wijken wordt neergelegd, is prachtig om te markeren waar het gevonden is. Maar primair van belang voor de toerist die het echt op zoek gaat en voor de mensen die er wonen. Maar dat is alleen naar de kern Dalfsen al bekeken, maar een klein groepje van de Dalfsenaren. En voor onze gemeente misschien nog minder. Dus ik zou op meer plekken, misschien centraal, dat nog wat terug willen zien. Maar over het algemeen, voorzitter, een goed verhaal. We staan er positief tegenover. Dank u wel, meneer Uitslag. Mevrouw Snijder, gemeentebelangen. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, we kunnen eigenlijk ondersteunen wat er allemaal gezegd is. Met name de vraag van de VVD over de onderbouwing. 40.000 lokaal, 60.000 regionaal. Een beetje summeren om daarmee 100.000 te verantwoorden. Maar aan de andere kant, we vinden het allemaal wel hele mooie plannen. Wij vinden het zelfs ook een hele eer dat de schatverzameling naar het Drents Museum gaat. En ook dat het dan de hele wereld overgaat en heel veel mensen hiervan kunnen gaan genieten. Wat meneer Royakkers eigenlijk ook aantipte, die beroepsgroep archeologie, dat blijft dus een belangrijk om die heel goed te informeren en mee te krijgen. Al was het ook alleen maar om die subsidiemogelijkheden wat beter mogelijk te maken. We vinden het ook heel mooi gevonden dat die verschillende schatten van Dalfsen samengevoegd worden en een mooie schatkamer zullen vormen.
En ook de trailer die we net gezien hebben, en maar ook de website hebben bekeken en de gedichtenboekjes en alles wat erachter zit, dat ziet er allemaal heel mooi uit en echt aantrekkelijk voor de bevolking. We zien dus prachtige ontwikkelingen, maar we denken dat er ook nog heel veel kansen zijn. En eigenlijk blijft er toch wel één vraag hangen, wat gaat het opleveren? Dat zal niet zomaar te beantwoorden zijn, dat begrijp ik, maar de kosten zijn bekend, maar wat levert de Dalsen straks op? Hopelijk heel veel. Dank u, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Snijder. Mevrouw Lasje, ChristenUnie. Ja, dank u, voorzitter. Nou, ik wil eigenlijk wel aansluiten bij alles wat er gezegd is, want we vinden het inderdaad een prachtig plan, mooie voornemens. Het is echt iets heel moois om de boer mee op te gaan. Het is heel goed over nagedacht, zit prima in elkaar. We hebben één zorgpuntje en dat is ook al eerder geloof ik wel genoemd door de heer Uitslag. Dat is een beetje van hoe verbind je alles met de andere kernen. Het is prachtig voor Dalsen, maar als ik in uw Leuzen daarnaar vraag, dan hebben mensen eigenlijk weinig idee wat die schat van Dalsen is. En dat is ook wel lastig om dat gewoon in alle kernen gewoon heel goed te laten landen. Maar ik zou daar nog wel extra aandacht voor willen vragen. Dat ook de andere kernen voldoende betrokken worden en het niet alleen Dalsen is als het over de schat van Dalsen is. Hoewel die wel hier gevonden is. Maar prima plan, ziet er mooi uit. Echt veel succes ermee. Dank u wel, mevrouw Lasje. Er zijn een paar vragen gesteld, wethouder. Kan ik u het woord geven? Ja, dank u wel. Zeker, maar goed, ik proef en ik hoor vooral waardering voor de plannen. En we zijn ook trots op van wat we nu al kunnen presenteren. En we beseffen trouwens ook heel goed van dat er nogal de nodige kosten aan verbonden zijn. Die vraag werd ook al gesteld, hoe kunnen die nader onderbouwen? Nou, we kunnen het summier onderbouwen, maar we hebben ook al wel gemerkt van willen we deze plannen allemaal verwezenlijken? Nou, dan zal er ook via fondswerving het nodige binnen moeten komen. En hoeveel levert het nou op, mevrouw Snijder? Het is van onschatbare waarde, denk ik, wat het gaat opleveren. Dus dat is al moeilijk om te definiëren wat het opbrengt. Maar, en als het gaat om die fondsenwerving, hoe gaan we dat nou doen? En de archeologische groep, hoe betrekken we die er nou goed bij? En ook zorgen dat ze sympathie hebben voor de plannen van Dalsen. Ja, we doen het een beetje op een onorthodoxe manier, zoals we het hier aanpakken. Dat heeft in de beginfase... In die beroepsgroep nogal met gefronste wenkbrauwen hebben ze gekeken van hoe pakken we dat in Dalsen aan. En als het dan ging om het verwerven van subsidie, dan gaat men natuurlijk ook te raden in die beroepsgroep van hoe gaat Dalsen daarmee om. En het was in het begin nog wel eens een keer het signaal van nou dat doen ze wel op een hele eigen wijze, aparte manier. We ondersteunen dat nog niet zo bij voorbaat, een mogelijkheid om subsidie te verwerven. Dus we hebben daar heel veel energie in moeten steken en eigenlijk willen we daar ook in de komende tijd meer aandacht voor vragen. En u zegt het al, kunnen we dat symposium dan niet naar voren halen? Natuurlijk kan dat, willen we ook best een poging voor ondernemen en toe ondernemen. Alleen dat vergt de nodige inzet en ik weet niet of daar ook de capaciteit voldoende is om dat om in ieder geval te gaan vervroegen. Dat gaan we wel doen, maar ik snap waar u naartoe wilt. Kunnen we niet naar, u zei het, een crash symposium of hoe noemde u het? Zoiets. Crashactie, nou inderdaad. We willen in ieder geval alles in het werk stellen om ook via de fondswerving succesvol te zijn. En dat hoort onder andere bij dat we de groep van de archeologen ook op een goede manier weten te bereiken. Dus dat gaan we zeker doen. Er werd een paar keer geschetst van, heb nou aandacht voor om alle kernen te bereiken. Nou, er staat ook een projectplan dat we daar ook juist willen doen. En straks in de cultuurnota, uiteindelijk moet u hem in december vaststellen, dan zult u ook zien dat we alle kernen er volop bij betrekken. En daar is een hele bijzondere rol voor de historische kring Dalsen en de Nijleuzen van Vroeger is er ook voor weggelegd. Dus die gaan dat ook vormgeven en daar inhoud aan geven. Er wordt nog een suggestie gedaan voor nieuwe inwoners, om die ook het magazine van wat we aan de nieuwe bewoners van de woonwijk Oosterdalsen beschikbaar gaan stellen, of dat niet voor alle nieuwe inwoners beschikbaar gesteld kan gaan worden. Nou, wat mij betreft lijkt het dat te moeten kunnen, maar ik kan niet alle gevolgen daarvan overzien wat het in financiële zin. Als de fondsenwerving nou heel succesvol is, dan kunnen we daar zeker gebruik van maken. Maar dat gaan we dan zeker doen. Trechterbekers in de open ruimte meer zichtbaar maken, ja, is ook een van de plannen. Hebben we ook aandacht voor. En ik heb ze volgens mij de vraag beantwoord, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel. Meneer Rooijakkers wil nog reageren aan u. Ja, de twee van de drie vragen wil ik toch nog wel even misschien wat meer toelichting op. U heeft nog geen antwoord gegeven op de scholen in het Vechtdal. En u hebt gezegd, onze aanpak was onorthodox. Maar kunt u dat een klein beetje toelichten? Want dat is wel een heel erg grote verzamelwoord. Wat is nou precies het verschil met wat de normale aanpak is?
Voorzitter, het is goed dat de burgemeester ook even aandacht besteedt aan dat onderwerp, want die was er volop bij betrokken en die zat te popelen om hier ook antwoord op te geven. Maar als het gaat om nog even om de antwoord te geven om die leerlijnen in het Vechtdal. We zijn nu begonnen in Dalfsen en dat is ook voor de hand liggend om daar aandacht voor te hebben. Of we dat in het Vechtdal gaan doen, dat betwijfel ik. Ik bedoel, het vraagt al heel wat van ons om alle scholen te bereiken, om daar goed mee in overleg te zijn. Dus het lijkt me niet voor de hand liggend dat wij ook nu Ommen en Hardenberg gaan benaderen. We kunnen ze wel benaderen, maar niet bij voorbaat. We kunnen eens kijken wat de mogelijkheden zijn. Laten we eerst maar eens in Dalfsen beginnen. En als daar mooie dingen uit voortvloeien, dan is dat altijd nog bespreekbaar. En voor de onorthodoxe manier van fondsen werven, meneer Noten. Niet zozeer de onorthodoxe manier van fondsen werven, maar zeg maar de spanning die op een bepaald moment met een aantal vertegenwoordigers uit de archeologische onderzoekswereld ontstond, heeft alles te maken met het feit dat we er van het begin af aan heel nadrukkelijk voor gekozen hebben om ook te koersen op een publiekspresentatie. En het dispuut met de wetenschappers was dat eigenlijk je pas een publiekspresentatie mag gaan organiseren op het moment dat je precies alles uitgezocht hebt en exact weet wat, waar, wanneer vandaan komt. En wij hadden zoiets, nou dat is jammer, want dan zijn we 5 of 10 jaar verder. En dat is in ieder geval voor Dalfsen niet interessant. Maar het is ook niet voor de mensen die geen wetenschapper zijn interessant. Want die willen het graag zien en die willen de verhalen erover horen. Beide standpunten zijn begrijpelijk, denk ik. En wat we eigenlijk graag zouden willen doen, en daar hebben we wel een beetje tijd voor nodig, voorzitter. Dat is dat als we in het voorjaar ook de wetenschappelijke wereld uitnodigen, dat we ook al iets kunnen laten zien over wat voor soort publiekspresentatie we willen gaan doen. Het wordt geen kermis, het wordt echt een inhoudelijke tentoonstelling wat het Rijksmuseum betreft. Dus daar zat de spanning en wat je bijna zou kunnen zeggen het onorthodoxe. Eigenlijk vond de onderzoekswereld dat Dalfsen zich moest terugtrekken van de planvorming. Daarmee antwoord gegeven op uw vraag, meneer Rooij. Ik heb er alle begrip voor dat Dalfsen dat niet gedaan heeft. Kijk. Zijn er nog meer mensen die willen reageren op de beantwoording van de wethouder? Niet? Dan vat ik samen dat het prachtige plannen zijn. We zijn trots op deze mooie schat en de schatkamer zoals die is voorgesteld. Er zijn een aantal opmerkingen meegegeven aan de wethouder om mee te nemen in de verdere optuiging van het een en ander. De verbinding met de andere kernen, vooral Dalfsen kernen. Vechtdal was nog een stapje te ver, heb ik goed begrepen. En u gaat nog proberen via allerlei fondsen nog meer geld te genereren. Van onschatbare waarde, dat vond ik wel een hele mooie. En u gaf aan, mochten fondsen van die aard zijn dat de bewonersmagazine voor de nieuwe bewoners in ieder geval ook mee kunnen. En het symposium naar voren halen, dat lijkt nog niet mogelijk, maar dat zal ook mogelijk afhankelijk worden van de fondsenwerving. En daarmee heb ik geconcludeerd dat we raadscommissiebreed de plannen ondersteunen. We wensen de wethouder daarmee heel veel succes. En ik denk ook plezier. Dank u wel. Dan heb ik een formele mededeling. Meneer Nijburg zal niet aanwezig zijn. Meneer Duitshoff schuift aan als ambtelijke ondersteuning bij het volgende agendapunt. Van harte welkom. En het volgende agendapunt is de wijziging van de publieksdienstverlening burgerzaken. Ook dit is informerend en in maart van dit jaar heeft de raadscommissie een opinie gegeven over de wijzigingen in de dienstverlening aan de burgers. De raadscommissie kon zich in meerderheid vinden in de nieuwe manier van werken en vond experimenteren met huisbezoeken, avondopenstellingen en inloopspreekuur een goed idee. Wel hadden een aantal fracties moeite met het sluiten van het servicepunt in Leemleveld. En de burgemeester heeft toen toegezegd informatie te zullen verschaffen over de kosten en hij zou in gesprek gaan met de verenigingen van plaatselijk belang. Dat is gebeurd. Bij de afgelopen voorjaarsnota heeft het college aangegeven dat de besluitvorming overeind wil houden, maar dat de raad de gelegenheid heeft dit besluit te betwisten. Informerend op de agenda, dat betekent in principe behandeling in één ronde. We gaan vragen en uw opinie in één keer behandelen. En meneer Broeren geeft aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Toevallig zat ik hier in maart ook. Dus het onderwerp staat mij nog helder voor de geest. Het staat me ook zeer helder voor de geest wat onze inbreng toen was. En ik denk dat ik die voor het grootste deel gewoon kan herhalen. Ik wil u danken voor het voorstel. In het voorstel staan wat ons betreft een aantal goede zaken.
Nieuwe tijden vragen inderdaad om een andere dienstverlening naar de inwoner toe. Die 24-uursmaatschappij zorgt ervoor dat iedereen tijdens kantooruren tijd, dat niet iedereen tijdens kantooruren tijd vrij kan maken om op het gemeentehuis te verschijnen met zijn of haar vraag. Wij zijn dan ook blij met het voorstel om meer en flexibeler in te zetten op openstelling van het gemeentehuis. Met name een avondopenstelling komt tegemoet aan de wens van veel inwoners. Echter, uit het voorstel blijkt ook dat er nog steeds, zoals gezegd, we hebben het er hier eerder over gehad, vergaand ingezet wordt op centralisering van de loketfunctie naar het dorp Dalfsen. De openingstijden in Nieuw-Leuzen worden namelijk niet verruimd en de loketfunctie in Leemleveld wordt zelfs opgeheven. Dit ondanks het verzoek, zeker het aanbod, en we hebben dat net nog even bevestigd gehoord, van het cultuurhuis om hier anders mee om te gaan. Zolang er nog steeds aantoonbare behoefte is aan een drempelvrij informatiepunt van de gemeente in onze kernen, en die behoefte is er, zo tonen de cijfers aan, heeft dit voor ons de voorkeur boven het model waarin alleen op afspraak in de eigen persoonlijke sfeer contact met de gemeente mogelijk is. Wij staan voor een gemeente die dichtbij en drempelvrij toegankelijk is. Dit mag overigens ook best wat kosten. Wij blijven dus bij ons standpunt van de commissie in maart. Dank u wel, meneer Broeren. Mevrouw Rameman, CDA. Dank u wel, voorzitter. Ik heb eerst ook nog even twee vragen aan het college. Er is gesproken met de plaatselijke belangen. Dank daarvoor. Daar hadden we in de vorige bespreking om gevraagd. Maar is dit voorstel ook nog weer doorgenomen om te toetsen of het zo is geworden zoals ze bedoeld hadden? Daar heb ik wel wat twijfels over. Daarnaast wordt in de nota vermeld om aan te sluiten bij zittingen van welzijn ouderen. Is hier ook over contact geweest met welzijn ouderen? Dan ga ik direct maar opiniëren door. Wij worden geïnformeerd over de nieuwe manier van dienstverlening door een efficiëntere en effectieve inzet van mensen en digitale middelen. Dit kunnen wij als CDA alleen maar ondersteunen. Maar het sluiten van het servicepunt in Leemleveld, daar zijn wij minder blij mee. Plaatselijk Belang Leemleveld heeft als compromis gevraagd naar meer avondopenstellingen. Echter alleen de maandagavond wordt nu verruimd naar 20 uur en alleen in Dalfsen. De ouderen zouden dan thuis of in het cultuurhuis geholpen worden en de mensen die werken zouden dan makkelijker in de avonduren naar Dalfsen kunnen. Aan deze wens wordt volgens ons gedeeltelijk voldaan. Daarnaast gaan wij de komende periode als raad nog praten over de gewenste en benodigde voorzieningen in de kernen, waar ons inziens deze service ook een onderdeel in is. Alles overziende stellen wij het college dan ook voor om de service in Leemleveld terug te brengen naar één zitting per week en gebruik te maken van het aanbod van het cultuurhuis om een medewerker in te zetten als tweede ambtenaar. Dit om de personeelkosten te beperken en de huisbezoeken zullen dan ook tijd en dus kosten met zich meebrengen, dus zo groot zou het verschil in prijs niet zijn. Het huurcontract loopt nog tot 2019, dus die kosten zijn we toch al kwijt. Met betrekking tot de overige eenmalige investering lijkt mij goed om in overleg te gaan met het cultuurhuis. Ik denk dat daar nog wel het een en ander te winnen is. En dit is vanavond ook wel bevestigd door de heer Hogeboom in zijn inbreng. Die gaf al mogelijkheden aan. In tussenliggende periode tot 2019 kunnen wij prima als raad de voorzieningen in de kennis bespreken en kunnen wij dit onderdeel integraal meenemen. Dus wij blijven bij ons standpunt om het servicepunt in Leemleveld toch minimaal voor één dagdeel open te houden. Dank u wel, mevrouw Rameman. Kijk naar links. Meneer Rodenboog, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Dan zit je hier een keer en hoop je dat je eens wat kunt zeggen. Maar om de woorden van de heer Broeren en het voorstel van CDA te herhalen, dat lijkt mij niet zo zinvol voor de tijd. Dus daar sluiten wij graag bij aan, bij het voorstel en ook de woorden van de heer Broeren. Ik had hier een vraag staan van wat is er gedaan met de suggestie van de mozaïek? Misschien moet ik nu naar de inspreker vragen. En daar was ik eigenlijk wel benieuwd naar. Wat is voor het college de reden geweest om hier niet mee een samenwerkingsvorm te vinden? En ik ben ook blij dat ik dat mag zeggen. Ook voor de ChristenUnie mag het best wat geld kosten. Wel een mooie actie dit. Meneer Schuurman, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. We hebben de geluiden van links naar rechts gehoord. Eigenlijk wil ik het kort houden en het vragen aan de wethouder hoe hij aankijkt tegen de gestelde suggestie om één dagdeel open te houden tot 2019. In dit geval is het de burgemeester, meneer Schuurman. Dan is de vraag aan de burgemeester. Meneer Veldhuis, VVD, aan u het woord. Dank u, voorzitter. Wij zijn als VVD groot voorstander van deze manier van werken die voorgesteld wordt. Ik denk, als ik het stuk goed lees,
dat juist wel rekening wordt gehouden ook met persoonlijke situaties van mensen. Er wordt zelfs voorgesteld om thuis langs te komen, dus ja, hoe maatwerk wil je het hebben? Het is wel zo, en dat laten we daar wel even scherp op zijn, er zijn natuurlijk ook kwetsbare groepen die, voor wie het sowieso lastig is. Dan moeten we heel goed in de gaten houden dat die goed bereikbaar blijven. Maar wij zijn zelf groot voorstander van deze nieuwe manier van werken. Dank u wel, meneer Veldhuis. Meneer Rooijakkers, D66. Dank u wel. Ik ben met de ChristenUnie benieuwd naar de afwegingen die het college heeft gemaakt naar aanleiding van de brief van het Cultuurhuis en ook de inspreker van eerder vandaag. Zijn die meegenomen bij het besluit of bij het voorgenomen besluit en het voorstel wat hier voor ligt? Want dat zou kunnen betekenen dat de kosten van het openhouden te hoog zijn ingeschat. Nou, daar verwacht ik wel een antwoord op. Dan is er een andere vraag over de kosten. We hebben een tabel van kosten gehad, maar dat is met name de geschatte extra kosten van het in stand houden van de huidige werkwijze. En is het niet handig om ook de totale, integrale kosten te presenteren? En dan voor het overige denk ik dat het toch voor een deel wel een kostenreductieactie is. En de bedoeling is om een eerste doelstelling in kwaliteit te leggen. En ik zou toch graag willen dat u daar een bevestiging van krijgt dat dat de prioriteit heeft om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Er zijn een aantal vragen gesteld en er zijn al wat opinies geponeerd. Mag ik het college, meneer Noten, aan u het woord? Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal proberen om op wat vragen antwoorden te geven. Allereerst de brief van de Mozaïek. Ik geloof dat iedereen er wel naar gevraagd heeft in hoeverre daar rekening mee genomen is bij de besluitvorming. Daar is geen rekening mee gehouden bij de besluitvorming. En de reden is eigenlijk heel simpel. Het besluit is genomen op 24 mei en de brief is verstuurd op 23 juli. En u heeft ook sinds die tijd al 24 mei ons voorstel. Dus we hebben het voorstel niet ingetrokken naar aanleiding van de brief van het college. Dus het is een formeel antwoord, maar zo is het soms gewoon. Nu naar de inhoud van die brief. Ik wil allereerst mijn excuses aanbieden voor het feit dat hij niet beantwoord is. Want dat had zeker gemoeten. Het zou ongetwijfeld iets met de vakantie of zo niet goed zijn gegaan. Maar ik zie hem nu pas voor het eerst. En ik wil ook nu al toe zeggen dat ik wel nog een keer wil kijken naar de mogelijkheden om met name gebruik te maken van de medewerker van de Mozaïek. Met betrekking tot de technische voorzieningen kan ik u nu al zeggen dat dat echt niet mogelijk is. Want dat heeft te maken met de wijze waarop kluizen moeten worden geopend en de systemen die daarvoor moeten aangeschaft. Dat is niet zomaar een kluisje wat je bij wijze van spreken bij Schutte kunt kopen. Dat moet aan wettelijke eisen voldoen. Maar ik kom daar dadelijk op terug. Datzelfde geldt ook, zeg maar, in eerste instantie, maar daar kan ik geen definitieve uitspraak over doen, met betrekking tot de inzet van de medewerker van de Mozaïek. Hij of zij zou benoemd moeten worden tot buitengewoon ambtenaar. Maar dat betekent ook dat hij dan qua kennis en qua inschaling aan de eisen moet voldoen die te maken hebben met het vier-ogen-principe. Dus niet zo dat er iemand werkt en dan iemand anders daarnaast kan. De wet en regelgeving hierover is heel erg precies op dit punt. Dat even naar aanleiding van die brief. Maar nogmaals, hij had beantwoord moeten worden. Ik ga er nog een keer naar kijken. En ik zal hem ook nog een keer zorgvuldig inhoudelijk beantwoorden. Maar ik zie niet veel mogelijkheden op voorhand. Maar ik laat me corrigeren als dat nodig is. Voorzitter. Er zitten drie elementen in de notitie. Het eerste element is verruiming van de openingstijden, met name in Dalfsen. Het tweede element is het thuisbezoek en de digitalisering, de ontwikkeling daarvan. En het derde element is de sluiting van Leemanveld. Ik heb volgens mij de vergadering goed geproefd. Er is weinig enthousiasme over de sluiting van Leemanveld, om dat laatste punt maar eens een keer te gebruiken. Er is erg veel enthousiasme over alle twee de andere punten. Ik heb altijd, ben ik hier heel duidelijk geweest volgens mij, wat mij betreft is alles bespreekbaar. Dit is geen principiële zaak, met uitzondering van één ding. En dat is dat
ik echt ervan overtuigd ben en ook niet wil wijken van het punt dat als Lemelenveld open blijft, dat binnen vigerende wet en regelgeving moet plaatsvinden. Daar zitten ook veiligheidsrisico's aan vast. Daar is de notitie volstrekt helder over. Als het gaat om identiteitsfraude, dat is echt een vraagstuk in deze tijd. Vindt er enge verplaatsing van de grote steden naar de kleinere dependances in de buitengebieden. En ik wil het niet meemaken dat dat straks blijkt dat omdat wij niet voldaan hebben aan wet en regelgeving met betrekking tot de inrichting van de servicepunt, daar sprake is van identiteitsfraude. Ik neem die verantwoordelijkheid als burgemeester niet. En u doet dat ook niet naar mijn gevoel. Tenminste, ik verwacht dat u dat met mij eens zal zijn. Dus ik heb altijd gezegd, en ik herhaal dat, dat als u vindt dat Lemelenveld open moet blijven, dan zullen we moeten investeren om tot een minimumniveau van veiligheid in Lemelenveld te komen. Dat kan misschien met minder kosten dan nu in de notitie staat. Dat wil ik nog onderzoeken. Maar als Lemelenveld open blijft, krijgt u van mij een kredietaanvraag. En als u daar nee tegen zegt, sluit ik Lemelenveld. Ik zet u niet onder druk, ik zeg u hoe het is. Ja, maar soms is het gewoon zo. Weet je, dan is het linksom of rechtsom. He, dus dat is de consequentie daarvan. Dus nogmaals, geen principieel punt voor wat betreft open of dicht. Het is echt allemaal bespreekbaar, maar wel op het vereiste veiligheidsniveau. Daar durf ik, het is ook een bevoegdheid van de burgemeester. Ik mag het besluit nemen zonder u te vragen wat u daarvan vindt. Ik vraag u wat u ervan vindt en ik wil het ook graag volgen, maar dan in al zijn consequenties. Dan op die andere twee punten, want u bent wat dat betreft in uw reacties bent u volkomen consistent. U wilt de sluiting niet, maar u wilt de verbeteringen in de zin van verruiming en thuisbezoek en digitalisering graag wel. Ik concludeer hieruit dat ik ook met een tweede kredietaanvraag naar u toe kom. En die heeft betrekking op de kosten van digitalisering, thuisbezoek en eventueel verruiming van de openingstijden. Want ook daar zijn gewoon kosten aan verbonden. Ik kan dat vanuit de bestaande begroting niet financieren. U heeft daar ook nooit in begrotingstechnische zin het toestemming voor gegeven. Dus als ik u goed hoor, nu, uw kritiek en uw suggesties, één avond open of hoe dan ook, dat gaan we onderzoeken. En ik zeg de voorzitter, als u dat goed vindt, zeg ik de raad toe, dat ik met drie voorstellen terugkom. En die ontkoppel ik ook van elkaar. Het eerste voorstel is openhouden van Lemelenveld met de daarbij behorende kosten. Dan kunnen we ook de verschillende scenario's ten opzichte van elkaar afwegen. 1 of 2 avonden, wat de meerkosten zijn. En wel of niet inzet mogelijke wijze van vrijwilligers. Daar gaan we naar kijken. Dus dat is het eerste voorstel. Het tweede voorstel zal zijn thuisbezoek, digitalisering, dat ontwikkelen. Dat kunnen we pilotsgewijs doen. Daar kunnen we ook 1 of 2 kernen voor uitkiezen om dat te ontwikkelen. En het derde is de verruiming van de openstellingstijden in Dalfsen. Alle drie die voorstellen zullen een financieel plaatje hebben. En dan kunt u ook die afweging maken. Want dan weet u ook niet alleen, dan vraagt u niet alleen maar weet u ook wat de consequenties zijn in financiële zin. Zolang u die voorstellen nog niet heeft, zullen wij alleen maar het veld niet sluiten. Dat is wat ik naar voren wilde brengen, voorzitter. Aan de ene kant streng, maar aan de andere kant hoop ik goed luisterend. Dank u wel voor uw reactie. En u geeft aan het in 3 voorstellen te willen doen. We houden van integraal werken. Wat ons betreft kan dat in 1. Waarbij we de scenario's op een rijtje krijgen met voorzien met de budgetten. Maar dat hoor ik graag even van de raadscommissie terug. Voorzitter, ik bedoel niet 3 voorstellen, ik bedoel 3 besluiten. In 1 voorstel kan dat, ja. Mevrouw Rameman, CDA. Ik ben blij met de toezegging van de burgemeester dat hij het een en ander gaat uitwerken, zodat wij de juiste keuzes kunnen maken. Dank u wel, meneer Broeren. Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat de burgemeester net goed naar de raad heeft geluisterd. En ik hoop dat hij de woorden, dat mag wat kosten, die ik eerder gebruikte, die waren ook uitdrukkelijk bedoeld om binnen de lijnen van de wet en regelgeving te kunnen gaan opereren. Dus wij zien de voorstellen, besluiten. De voorstellen en waarnemen een besluit. Graag tegemoet. Dank u wel, meneer Broeren. Meneer Rooijakkers, D66. Dank, portefeuillehouder. Ik heb nog een aanvullende vraag. Ik weet niet of dat nu beantwoord kan worden of dat dat meegenomen kan worden in het voorstel wat we er zijn een tijd krijgen. En dat is, ik interesseer me ook wel voor de veiligheidsrisico's en het 4-ogen-principe bij bezoek aan huis. Want dat is natuurlijk ook niet eenvoudig. Lijkt me als onderdeel van het voorstel meegenomen te kunnen worden.
Meneer Rodenburg, ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. We zijn blij met de toezeggingen. En wat ons betreft is veiligheid ook nooit een issue. En dat is goed dat dat zo geborgd wordt. Dank u wel, meneer Rodenburg. Meneer Schuurman. Dank u wel, voorzitter. Helder betoog van de burgemeester. Ook wat ons betreft is veiligheid altijd op één. Dus dat kan geen issue zijn. De voorstellen zien we graag tegemoet. We hebben in het oorspronkelijke aanvraag wel gezien dat een en ander budgetneutraal zou plaatsvinden. Maar dat gaat dus niet lukken, begrijp ik hieruit. Aan de andere kant worden er mooie voorstellen gedaan door de heer Hogeboom. Waarvan we erg benieuwd zijn wat voor invloed die dus kunnen hebben op het voorstel wat er gaat komen. We wachten het met spanning af. Dank u wel, raadscommissie, voor uw inbreng. Meneer Noten heeft meegenomen en een mooie toezegging gedaan dat er een nieuw voorstel volgt. En daarmee zijn we benieuwd naar de voorstellen zoals die zijn gezegd. En daarmee is agenda punt 6, eigenlijk 5 als we hertellen, maar dat doen we niet, afgerond wat mij betreft. En ik stel voor om agenda punt 7 aan de orde te brengen. De eerste halfjaar rapportage van het sociaal domein 2016. Meneer Van Martels is portefeuillehouder. En we hebben een eerste voortgangsrapportage nieuwe stijl. Eens per half jaar, zoals we afgesproken hebben met het college. Er zijn een aantal technische vragen gesteld door het CDA en gemeentebelangen. De ambtelijke reactie daarop heeft u via het raadsinformatiesysteem kunnen lezen. Het staat ook informerend op de agenda. In principe wil ik behandelen in één ronde. U kunt uw vragen stellen en u kunt uw opinie meegeven. En ik ben nu links, mevrouw Kappert, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. Wij hebben drie vragen. De eerste vraag is wanneer bij de SKT's gesproken wordt over een meer op de kernen gerichte aanpak. Wat betekent dit dan in de praktijk? Vraag 2, in de toelichting bij 6.2 jeugd wordt gesproken over de samenwerking met de huisarts in Leemleveld en in de uitkomsten van de tussentijdse evaluatie van de SKT's wordt genoemd dat medische expertise welkom is. Wij zijn erg benieuwd naar hoe de ontwikkelingen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen in dit opzicht zijn. En vraag 3, ook in de tussentijdse evaluaties van de SKT's wordt gezegd dat GGZ-expertise welkom is, waaruit we eigenlijk concluderen dat die dus nu niet tot weinig aanwezig is. Hoe wordt hier op termijn verder invulling aangegeven? Dat wat betreft onze vragen. Ik begrijp dat ik gelijk door mag gaan met de rest. Goed, voorzitter. We hebben kennis genomen van de eerste halfjaarrapportage Sociaal Domein 2016. Dank aan de ambtenaren voor wederom een overzichtelijk en duidelijk verslag. De suggestie om halfjaarlijks een thema uit de rapportage uit te diepen en interactief te behandelen ondersteunen wij van harte. Ik denk ook dat dat een toevoeging kan zijn. Evenals het idee om in navolging van de integrale werkwijze ook in de rapportage de verbinding te willen maken met andere beleidsterreinen, zoals cultuur, sport, onderwijs en welzijn. We hebben een aantal technische vragen gesteld, zei de voorzitter net ook. Die zijn van antwoord voorzien, dank daarvoor. Eén antwoord wil ik er toch nog uitlichten. Het blijkt dat het moeilijk is om het aantal vrijwilligers in kaart te brengen. En nu wordt er in de rapportage gewerkt met de aantallen die bekend zijn bij het vrijwilligerspunt. Maar dat is, denken wij, maar een fractie van het daadwerkelijke aantal. En om dan toch maar over even integraal te spreken. In het vrijwilligers- en mantelzorgbeleid 2016-2020 is de ambitie uitgesproken dat we in 2020 graag 50% van de Dalfse bevolking als vrijwilliger aan het werk willen zien. De vraag is alleen, hoe gaan we dat dan inzichtelijk maken? De jeugdhulp vraagt de komende tijd nog de nodige aandacht. Er wordt ook veel over gesproken op het moment, ook in de media. Gezien het feit dat er hier in de regio is afgesproken dat we niet met wachtlijsten werken, maar er toch al een aantal instellingen aan hun budget waren, betekent dat dat er nog een verrekening plaats zal vinden. En daarvan weten we nu nog niet hoe hoog deze zal zijn. Wij hopen hier zo spoedig mogelijk inzicht in te krijgen, al begrijpen we ook dat dat echt nog een heel grijs gebied is. Dan de ontwikkelingen binnen de participatiewet. Stijging van het aantal mensen dat in aanmerking komt voor een inkomen uit de participatiewet zorgt voor hogere kosten. Aangezien zij moeilijk te plaatsen zijn, zullen de reïntegratiekosten ook hoger uitvallen.
We vinden het erg belangrijk dat deze groep goed begeleid wordt en de intentie is er ook. Dat zien we in alles. En daarom zijn we ook blij dat wij in de jaarrekening een nieuwe reserve van €344.975 onvoorzien hebben opgenomen voor onder andere deze kosten. De sociale kernteams raken steeds beter op dreef en zijn zichzelf aan het ontwikkelen. Ze hebben duidelijke conclusies en verbeterpunten uit de tussentijdse evaluatie gehaald. Wij wensen ze veel succes bij het verder inhoud geven aan hun werk en doelstellingen. Wij willen onderstrepen dat wij het uitermate belangrijk vinden dat er medische en GGZ-expertise beschikbaar komt binnen de sociale kernteams. En vragen de wethouder om zich hiervoor in te zetten. En daarmee ben ik aan het eind van mijn betoog, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Kappert. Mevrouw Lasje, ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. Onze dank voor deze eerste halfjaarsrapportage. Er komen steeds meer cijfers beschikbaar en dat geeft een overzicht. Tegelijk is er nu de uitdaging om ook te gaan transformeren. Er valt daar al iets meer over te zeggen. We zien wel de bezuinigingsslag, maar zien we ook al opbrengsten van de transformatie. Dat is een algemeen stukje. Dan hebben we nog een aantal specifieke vragen en opmerkingen. Het gaat over de cliëntervaringsonderzoeken. En het is fijn dat Dalsen goed scoort. Dalsen scoort vaak goed. Tegelijkertijd is een beetje de algemene regel in de zorg dat 80% goed gaat, 10% niet goed en 10% slecht. En is dat ook nu zo? Gaat er nu iets beter? En wanneer zal het beter gaan? Kan de wethouder iets meer over zeggen? En we lezen ook dat er te weinig respons gekomen is als het gaat om een cliëntenonderzoek of de jeugdzorg. Maar we vragen wel, is er dan een andere manier waarop dat gemonitord gaat worden? Kan er op een andere manier dan toch gekeken worden van hoe de ervaringen in de jeugdzorg zijn? Nog een kort vraagje over de uitbetaling van de PGB's. Daar staat een stukje over. Er waren veel knelpunten. Ik heb begrepen dat ook in de toekomst Sociale Verzekeringsbank dat zal blijven doen. Hoe loopt het in Dalsen? Zijn er nog knelpunten, ook richting bijvoorbeeld zorgboerderijen, die veel last hadden van te late betalingen? Daar heeft Dalsen toen heel goed op gereageerd en heeft gewoon toen uitbetaald. Maar is dat nu echt allemaal aan orde? Sociale kernteams zijn al genoemd. Mooie opbrengst hebben ze. De belangrijke verbeterpunten worden genoemd en... Nou, het lijkt ons prima dat er snel actie op komt op die verbeterpunten. Participatiewet reïntegratie. En we lezen dat het een pittige materie is en dat er veel ontwikkelingen spelen waar Dalsen zelf niet zoveel aan kan doen. Maar is er nog iets wat Dalsen wel kan doen? Moet bijvoorbeeld extra budget worden ingezet. Hoe kunnen we voorkomen dat mensen te lang aan de kant blijven staan? Want we lezen ook dat hoe langer mensen aan de kant staan, hoe moeilijker het wordt om weer terug te komen in het arbeidsproces. Dus wat kan Dalsen nog meer doen? Over de jeugd, er is net ook al iets over gesproken, over de wachtlijsten. En we steunen de werkwijze die in Limmeleveld wordt uitgewerkt. Namelijk een jeugdconsulent in de praktijk van de huisarts. En wat ons betreft is dat een hele goede om dat in Dalsen overal de werkwijze te laten worden. Want het is wel heel belangrijk, net als net al, van, als het gaat over hoe lang mensen aan de kant staan. Hè. In de jeugdzorg is het ook zo, hoe langer mensen moeten wachten op zorg. Dat heeft gewoon heel veel invloed op een gezin wat zit te wachten op zorg. Dus snelle hulp levert daar veel winst op, niet alleen... financieel, maar juist vooral op andere gebieden, namelijk dat mensen ondersteund worden. De aanpak kwetsbare jongeren. Mooie idee om uit te werken, is een heel goed iets, dus we willen graag dat dat wordt voortgezet. Tot slot iets over het vervolg. Graag verbreding, wat ook genoemd wordt. Dat is nodig om echt die transformatie te maken. Het is goed dat er nu al wordt gekeken naar die verbinding met andere beleidsterreinen. Nog een idee van ons, misschien kan straks deze rapportage... als we nog iets verder zijn, gewoon deel uitmaken van de bestuursrapportage. Want dan ben je echt integraal denkend bezig en komt die verbinding ook echt weer naar voren. Het hoeft nu niet, maar voor de toekomst zal het mooier zijn, voor de korte toekomst. De verdiepingen vinden wij een prima idee. Graag per thema bijeenkomsten met veel informatie, achter de cijfers, uit het veld, met werkbezoeken. Het thema zoals ze zijn genoemd lijkt ons prima. Ouderenzorg vinden wij daar ook een belangrijk thema bij van. Dat is ook een terrein waar heel veel op te doen is. Samengevat, voorzitter. We weten steeds meer over de aantallen, dat geeft me inzicht. Het rapport noemt een aantal knelpunten, wij hebben ook een aantal benoemd. In de voorstellen tot verbetering zijn verbreding en samenwerking kernwoorden. En we pleiten, het kan ook nodig zijn, we hebben nog, daar komt binnenkort een voorstel voor hoe gaan we de middelen die we nog in de reserve hebben inzetten. Nou, als je dit verslag leest, dan zijn er best wel een aantal knelpunten, dus misschien dat daar ook een voorstel voor komt. Ook in het informeren en meenemen van de Raad, graag verbreding en verdieping, hè, zoals de... wat er net gezegd is. Dan kunnen we echt een slag maken van kwantiteit naar kwaliteit. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Lasje. Mevrouw Ramerman, CDA. Dank u wel, voorzitter. Heel veel punten zijn al geraakt door de ChristenUnie en gemeentebelangen.
Wij hadden ook al een vraag gesteld via het raadsinformatiesysteem over de inning van de bijdrage via het GAC. Daar was wat achterstand in. Het blijkt dat dat de komende periode wordt ingelopen, dus als het goed is bij de volgende rapportage zien we dat terug. Ook wij hadden de vraag in zaken de ervaringsonderzoeken. Fijn dat die cijfers goed zijn, alleen we misten die van de jeugdzorg. En juist deze doelgroep is belangrijk dat we die informatie ook hebben. Dus wij hebben ook de vraag aan de wethouder van ja, hoe gaan we toch die gegevens boven water krijgen, zodat we daar ook kunnen bijsturen. Verder opinierend, de noodhuis is duidelijk. Steeds meer informatie en steeds meer cijfers. Huishoudelijke hulp hebben we er vorige week al heel veel over gesproken, dus daar wil ik nu niets meer aan toevoegen. Ook de thema's uitdiepen, ja, dat zouden wij ook heel interessant vinden om daar per rapportage toch wat extra informatie te krijgen. Even kijken, want ik ga even wat stukken overslaan, anders wordt het allemaal herhaling. Wat betreft de mantelzorgers, ja, dat blijft een punt dat we die cijfers niet goed in beeld hebben. Dus ook daar die mantelzorgcoach in de campagnes zullen toch echt hard nodig zijn om in beeld te krijgen hoeveel mantelzorgers wij in ons werkgebied hebben. Ja, en anders ga ik herhalen, dus ik laat het hierbij. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Rameman. En meneer Veldhuis, VVD. Dank, voorzitter. Ja, eigenlijk zijn de meeste punten al door alle andere partijen ook al genoemd. Wat belangrijk is vinden wij dat we steeds beter zicht gaan krijgen op dat sociale domein, de cijfers die daarachter zitten, zodat we er ook beter grip op gaan krijgen. Voor ons was het ook nog even een belangrijk punt om in de sociale kernteams GGZ-kennis onder te brengen. Te meer ook straks met de komst van statushouders. Dus krijg je natuurlijk ook mogelijk te maken met ziektebeelden die moeilijk opspoorbaar zijn door vrijwilligers. Dus ook graag daar kennis en kunde in opnemen, zodat die ook daarin meegenomen kunnen worden. Dus dat is eigenlijk een vraag aan de wethouder of er ook rekening mee gehouden gaat worden. Nou, dat was hem eigenlijk voor ons uit. Dank. Dank u wel. Meneer Royakkers. Dank u wel, voorzitter. Te beginnen een compliment voor het stuk. Ik heb met name erg genoten van de begrippenlijst. Heel goed, dank u wel. Afkortingen die ik vlug even kon opzoeken, dat was wel fijn. Want als je gaat googelen, kom je vaak op hele rare dingen. Maar goed, dat was prima. Dan sluit ik mij aan bij de opmerkingen over de mantelzorgers en de feitenkennis. Het heeft ons toch wel verbaasd dat we nog steeds eigenlijk heel veel speculeren in het stuk. Kan zijn, misschien, nog onderzocht worden, enzovoort, enzovoort. En we geven toch wel €200.000 uit aan personeel op dat gebied. Dus ik denk dat het toch wel belangrijk is om die speculaties misschien ietsje minder vaag te laten. En in een aantal gevallen denk ik dat ik ook de veronderstellingen wel zou kunnen falsificeren. Maar dat gaat denk ik iets te ver. Maar ik roep op om het ietsje degelijker te maken. Bijvoorbeeld Nieuw-Leuzen is sociale kernteam, heeft veel te doen, veel werk. En er wordt behoorlijk over gespeculeerd waar het aan kan liggen. En ik denk dat het belangrijk is om dat echt te weten. Dan kunnen we er misschien wat aan doen. Dan is er nog een opmerking over de jeugdzorg. En ja, dat is een onderwerp dat zorgen baart in verband ook met het budgetbeheer. De toename wachtlijstproblematiek. En het is een gemeenschappelijke regeling. En dan is het altijd lastig om te weten hoe dat nou voor Dalfsen eruit ziet. Zijn er nou veel Dalfsen jongeren die op de wachtlijst staan? We hebben gehoord dat in de regio Zwolle, waaronder Dalfsen valt, een wachttijdsproblematiek bij Veilig Thuis is. Dat er 70 aanvragers zijn met een wachttijd van langer dan 3 maanden. En om aansluiten op wat mevrouw Lasje zei, met name in dat soort situaties kan het gevolg hebben voor hele gezinnen. En is het misschien wel efficiënter en goedkoper om iets meer capaciteit ter beschikking te stellen. En dat het op den duur goedkoper is. En je vraag is of dat soort zaken bekend zijn van het college, omdat we in die gemeenschappelijke regelingen zitten, wat de effecten zijn voor Dalfsen. Verder complimenten voor het stuk.
Dank u wel, meneer Rooijakkers. Meneer Broeren, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb één vraag. Het is, inderdaad, gaat ook over de mantelzorgers. Wij lezen op pagina 8 dat 177 mantelzorgers geen mantelzorgcompliment ontvingen in 2014. Betekent dit dat deze groep niet onder de oude definitie van 8 uur per week of langer dan 3 maanden hoort? Zo ja. Dan zouden wij daar graag toch nog eens naar willen kijken. Dan onze inbreng. Dank voor de heldere rapportage. De rapportage biedt een duidelijk overzicht over de ontwikkelingen in het sociaal domein. Tijdens het bespreken van de kwartaalrapportages lopen er ook regelmatig tegenaan dat het toch ingewikkeld blijft om gevoel te krijgen bij cijfers. Het stuk staat vol met cijfers en tabellen. Maar ook inderdaad een heleboel dingen zijn gewoon nog niet helder. Wordt toch enigszins gegist naar hoe het in elkaar steekt. Wij zijn dan ook erg blij met dat de gemeente in het stuk zelf concludeert dat een meer interactieve aanpak van de monitoring in samenwerking met zowel gebruikers van zorg en welzijn als aanbieders waarschijnlijk een helderder of in ieder geval een completer beeld op zal leveren. Wij moedigen het college dan ook van harte aan om vorm te gaan geven aan deze doelstelling en zullen in dit proces van harte participeren. Dank u wel. Dank u wel, meneer Broeren. Er zijn een aantal vragen gesteld. Meneer Van Mortels, kunt u die beantwoorden? Ik ga een poging wagen. Dank u wel. Volgens mij was de belangrijkste vraag eigenlijk van, gaat het beter? Ja, natuurlijk wel een relatief begrip. Beter dan wanneer en wat. Maar ik kan er natuurlijk wel iets over zeggen van hoe het eigenlijk zou moeten gaan en hoe ver zijn we eigenlijk in Dalfsen. Want daar bent u natuurlijk vooral benieuwd naar. Ik las een heel interessante conclusie van de Transitiecommissie Sociaal Domein, waarvan mijn buurman de voorzitter is. Die zei, om het de raad in de toekomst gemakkelijker te maken, zou men eigenlijk moeten sturen op inhoudelijke kwaliteitscriteria, klanttevredenheid en maatschappelijk resultaat. Nou, dat weten, daar zou eigenlijk de raad op moeten sturen. Maar ja, daar moet de raad hem ook op kunnen sturen en moeten wij dat beschikbaar stellen, die gegevens. Dat is nu nog niet geheel het geval. Ik bedoel, met name in de jeugdzorg, we hebben nog wel degelijk behoefte aan sturingsinfo en die is er maar betrekkelijk beperkt aanwezig. We werken in een, zoals u weet, gemeenschappelijke regeling, de BVO, maar we werken ook als regio samen. En we werken in 2015 en 2016 volgens de systematiek van vereveling. Maar we hebben al wel besloten, en dat komt ook binnenkort dat stuk naar u toe, van dat we eigenlijk van die systematiek af willen. Dat we van de vereveling totaal afstand willen nemen. Dus dan komt ook echt in beeld van hoe doe je het nou als gemeente. We hebben wel al zelf in beeld gekregen van hoe we het in 2015 als Dalfsen gedaan hebben. Dan zien we dat we in Dalfsen in de gelukkige omstandigheid zijn dat we minder hebben uitgegeven dan ons in feite is toebedeeld. In feite zijn we zo solidair geweest naar de andere gemeenten dat we eigenlijk ook de deel van hun kosten voor hun rekening hebben genomen. Als die lijn zich nou in de toekomst doorzet, dan is dat in ieder geval wel een redelijk gunstige uitgangspositie om te kunnen veronderstellen dat we in de toekomst eventueel niet met overschrijdingen van het budget komen te zitten. Want daar zitten we natuurlijk in de jeugdzorg nog steeds mee. Afgelopen jaar in deze regio 6 miljoen overschreden. En hoe komt dat dan? Dat heeft ook deels te maken van dat we natuurlijk vanuit 2015 met veronderstelde begrotingen zaten. En met veronderstelde cijfers. Moeilijk om te peilen van hoeveel hebben we nou echt nodig in de jeugdzorg in dit gebied. Maar we merken wel in 2015 overschrijding, 2016 waarschijnlijk weer. In dezelfde orde van grootte. Daar lijkt het zich nu wel die kant op te gaan. En dat heeft ook alles te maken dat we in deze regio natuurlijk proberen om de wachtlijsten te beperken. En soms lopen zorgaanbieders aan tegen het feit dat ze al hun plafond, hun financiële budget hebben overschreden of dreigen te overschrijden. En dan komen ze in gesprek met de BVO, met de bedrijfsvoeringsorganisatie hier in IJsseland. Dan zitten ze met de handen in het haar. Hoe moeten we nu verder? Moeten we de jeugd, de cliënten, moeten we die nou tijdelijk niet behandelen of krijgen we budget toebedeeld zodat we inderdaad in ieder geval de cliënten van dienst kunnen zijn. En het is hier wel goed dat het gesprek er steeds gevoerd wordt, want op basis daarvan kom je er ook achter van hoe hoog is nou de problematiek, hoe hoog is de nood dat je inderdaad financiële steun gaat verlenen. Want dat is wel bepalend van, we zeggen steeds het kind centraal, dan moet je daar ook wel deels gevolg aan geven. Maar de zorgaanbieders moeten ons wel overtuigen van het feit dat het ook echt noodzakelijk is. Neem niet weg dat we in de toekomst toch op een andere systematiek gaan de bekostigingssysteem gaan baseren. Nu is het veelal gericht op productie. En straks wordt het veel meer op basis van kwaliteit en resultaat. En we moeten blijvend leren ontwikkelen.
En we moeten ook nog de administratieve lasten zien terug te dringen. Dat zijn eigenlijk wel de drie belangrijkste doelen die we ons hebben gesteld in de regio. Maar binnenkort, ik denk in november of misschien al in oktober, in de raad van oktober, maar dat denk ik niet. Ik denk november dat het gaat worden, krijgt u van ons een voorstel om te zien van wat hebben we in petto, wat zijn de gedachten daarover. En wat kunnen we u wel bieden als het gaat om financiële sturingsinfo en wat nog niet. Dus er ging veel over, inderdaad, over jeugdzorg, kan ik me goed voorstellen. Er werd nog even gezegd van Leemleveld, daar hebben we goede ervaringen mee als het gaat om dat de huisartsen worden ondersteund door jeugdconsulenten. Kan dat ook niet in Nieuw-Leuzen en in Dalfsen. We maken hele goede vorderingen met afspraken te maken met de huisartsen. Het leek met name in Dalfsen nog een beetje op slot te zitten in de overleggen met de huisartsen. Maar daar is wel langzamerhand het gevoel dat daar een doorbraak erbij is. En misschien kan het ook leiden dat we diezelfde werkwijze zoals die in Leemleveld wordt toegepast, dat we ook in Nieuw-Leuzen en in Dalfsen zouden kunnen toepassen. Omdat we daar goede ervaringen hebben. Dat zou mooi zijn. Dus zo maken we steeds stapjes. Dus de vraag, gaat het beter? Ik heb wel het gevoel dat het beter gaat in de zin van dat we steeds meer organisaties elkaar weten te vinden. En dat er steeds meer samenhang komt. Maar ik geef ook toe, het kan steeds beter nog. En we hebben ook behoefte aan sturingsinfo. Dat is belangrijk. En die krijgen we met name in de jeugdzorg nog. Duurt het te lang voordat we die beschikbaar hebben. Dus daar zitten we ook wel enorm achterheen. Maar ja, het heeft altijd een na-el-effect. Dus laten we hopen dat daar, als er maar ontwikkeling is. Dat ben ik altijd een groot voorstander van. Je moet zien dat er ontwikkelingen zijn in positieve zin. En daar is nog steeds sprake van. En dus in die zin vind ik wel dat het beter gaat. Maar het kan inderdaad, we kunnen nog stappen zetten. Even wat specifieke vragen. Dan even op het aantal vrijwilligers in beeld brengen. Hoe kunnen we dat het beste doen? Dat hebben we nu nog. Dat moet natuurlijk niet op basis plaatsvinden van onderzoek eens in de vier jaar. Dat moet natuurlijk op andere manieren zijn daar ook voor denkbaar. We kunnen ook via enquêtes, via burgerpanelen, hoe dan ook. Zo hebben we het eerder ook gedaan met burgerpanelen. Toen kwamen we ook tot de ontdekking dat in Dalfsen 45% van de mensen wel vrijwilligerswerk doet, in meer of mindere mate. Dus dat moeten we met enige regelmaat wel weer toepassen om dat duidelijk te krijgen. Om in ieder geval die ambitie van dat wat u noemde, 60% uiteindelijk, was een 60 of 50? Want we hadden 50, hè? Dus 50% om dat in ieder geval te zorgen dat we die kant uitgaan. Weinig respons op de enquête van jeugdzorg. Ja, dat was inderdaad een gegeven. We moeten kijken van, ja, wat zijn er nog meer voor mogelijkheden. Jammer dat het inderdaad dat het niet representatief was. De enquête is uitgezet, maar als je dan mensen niet reageren, dan wordt het wel moeilijk natuurlijk. Maar we blijven op zoek om te kijken van hoe we daar handen en voeten aan kunnen geven. PGB, nog steeds door de SVB gedaan, inderdaad. En hoe gaan we er in Dalfsen mee om? Ja, u weet dat we vooral op zorg in natura sturen. Neemt niet weg dat mensen altijd de mogelijkheid hebben om gebruik te maken van de PGB's. En specifiek met de zorgboerderijen, daar hebben we heel veel energie in gestoken om er in ieder geval goed uit te komen samen. We hopen dat het ook structureel zal zijn. De mantelzorgers niet in beeld. De mantelzorgers zijn in principe wel in beeld. Voorheen werden ze via de SVB, werden ze via het mantelzorgcompliment altijd ondersteund. Vanaf nu is het zo dat mensen zichzelf moeten aanmelden. Dus we mogen niet de gegevens van de SVB overnemen. We hebben natuurlijk wel de werkgroep in alle kernen. Daar hebben we gegevens van over het aantal mantelzorgers. Als mensen in aanmerking willen komen voor het mantelzorgcompliment, moeten ze zichzelf of door iemand die in hun nabijheid, kunnen ze worden aangemeld. Dat kan allemaal. Neem niet weg dat er veel meer mantelzorgers zijn dan de afgelopen jaren aan mantelzorgcomplimenten hebben kunnen uitdelen. Met een campagne proberen we daar ook nog weer aandacht voor te vragen. Ik had nog iets willen zeggen over die mantelzorgers, maar ik denk dat we in ieder geval in het beleid, in het mantelzorgbeleid, heel grote stap hebben gezet. En ik heb ook hoge verwachtingen van die mantelzorgcoach die vanaf 1 januari 2017 straks in de gemeente Dalfsen actief zal zijn. Dus daar valt veel te winnen, samen met de vrijwilligersmakelaar. Het zijn toch fulltime krachten die daar heel veel aandacht aan gaan besteden. En ik hoop dat die elkaar ook goed gaan vinden. In grote lijnen heb ik het vraag wel beantwoord, voorzitter. En ik hoor over de participatiewet dat mijn collega, de heer Van Leeuwen, daar nog nodig over wil zeggen. Dank u wel. Meneer Van Leeuwen, wilt u daar wat over zeggen? Een reactie op de vragen? Ja, dank u wel, voorzitter. Mevrouw Kappert die concludeert dat er een stijging is van de mensen in de bijstand, uitkeringsgerechtigden, dat klopt. Daardoor stijgen de reïntegratiekosten. Ik ben het met u eens en ik ben er ook heel blij mee dat er budget voor beschikbaar is gesteld. Maar we hebben bij de beschikbaarstelling van dat budget ook beloofd dat er een reïntegratieplan
komt. Nou, ik heb het concept daarvan afgelopen vrijdag gekregen via de mail. Ik heb nog geen tijd gehad om het te lezen. Maar wij zijn voornemens om dat via de agendacommissie, nou ik denk dat november niet meer gaat lukken, maar december aan de raad aan te bieden. Zodat u daar ook uw mening over kunt geven. Er is ook even gesproken over transitie, transformatie. Ja, dit moet u in dat licht, moet u dat zeker zien. Er wordt hier heel hard op ingezet. We zitten midden in dat traject. Dat is niet alleen dat er anders met het geld wordt omgegaan. Dat betekent ook voor medewerkers dat ze anders moeten gaan denken en moeten gaan werken. De hartekreet van mevrouw Lasje, is er iets dat Dalfsen zelf kan doen? U heeft een week of twee, drie geleden van mij een notitie gekregen over een initiatief waar wij mee bezig zijn, dat Dalfsen heeft genomen. Vanmiddag zijn er een aantal buurgemeenten op bezoek geweest, Zwolle, Raalte, Ommen, Harderberg, Zwarte Waterland en Staphorst. En om ze hier naartoe te krijgen heb ik een rondje gemaakt langs de collega's. Vanmiddag was er een werkconferentie over het opstarten van een demontagebedrijf. Waarbij witgoed, met uitzondering van koelkasten en vriezers, wat niet mag. En bruingoed, televisies, computers, mobieltjes, etc. gedemonteerd worden als middel om mensen weer te reïntegreren, werk fit te krijgen en naar de arbeidsmarkt toe te leiden. Dat loopt in Ede al een jaar of vier. Succespercentage van tegen de 50%. Mensen die weer naar arbeid geleid worden. Ik ben er zelf heel erg enthousiast over. En wij willen proberen om tenminste drie buurgemeenten daar ook enthousiast voor te krijgen. Zodat het bedrijf kan starten. Samenwerkingsverband met Rova en met WeCycle, een grote inzamelaar van materiaal op dit gebied. Daar hebben we heel veel energie in gestoken, omdat wij denken dat het een plan is wat meerdere positieve kanten heeft. Los van de kansen die het biedt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Want het zijn niet alleen werklozen, er zijn ook mensen in de WSW die daar kunnen werken. Vluchtelingen, die kunnen daar naast hun taaltrajecten aan het werk. Waarjongens zijn er die erbij terecht kunnen. Dus het is echt een breed publiek. En daarnaast heeft het ook een grote betekenis. Ik onderbreek even. In de circulaire economie. U bent enthousiast en dat horen we graag. Maar graag de vragen beantwoorden. Dat is wat Dalfsen zelf doet op dit moment. Mijn dank, meneer Van Leeuwen. Daar wil mevrouw Kappert misschien op reageren, dan wel op de andere beantwoording. Nou, er staan nog twee vragen van mij open, voorzitter. Sorry, er zit net een dropje in mijn mond. In verband met een hoestprikkel. Ik wil zeggen, de reden is helder. Sorry. Maar de vraag, wanneer bij de SKT's gesproken wordt over een meer op de kern gerichte aanpak, wat betekent dit dan in de praktijk? Daar heb ik nog niet echt een antwoord op gehoord. En hoe de invulling wordt gegeven aan de GGZ-expertise binnen de SKT's, daar mis ik ook het antwoord nog op. Dank u wel. Meneer Van Mattels. Ja. Nou, het stond in een stuk inderdaad over de SKT's dat met name opviel dat in Nuleuzen dat daar iets meer, meer casussen waren. En het is ook even goed om dan duidelijk te maken van, ja, waar gaat het dan precies om? En als we een bepaalde tendens kunnen waarnemen, dat we daar meer op gaan sturen. Dat is eigenlijk de bedoeling. En naarmate je meer info krijgt, kun je dat ook makkelijker doen. Maar dit beeld riep het wel op, de eerste resultaten. En hoe gaan we dan de aandacht ervoor vragen? Nou, door de specifieke aandacht te hebben voor de specifieke mogelijke problemen die daar zijn. En dat is antwoord op vraag 1, maar u wilt daar meteen op interroperen, zie ik. Als dat mag. Als dat mag, voorzitter, ja, sorry. Hoor ik u dan zeggen dat u daarmee in de samenstelling van het SKT rekening mee wilt houden, dus de expertise die er binnen het SKT is aanpast op de hulpvragen die er zijn binnen Nieuw-Leuzen, ja, bijvoorbeeld? Dat kan mogelijk zo zijn. Ik bedoel, dat is een dynamisch proces hoe je de SKT's, hoe die invulling geven aan hun werkzaamheden.
En mocht het leiden tot veranderingen, ook in samenstelling, dan is dat zeker mogelijk. Dat willen we ook zeker doen. En dat is in het verlengde daarvan ook uw tweede vraag over die GGZ-expertise. Het zou dan toepasbaar kunnen zijn om daar meer expertise op dat vakgebied in te vliegen, zeg maar. Dank u wel, meneer Van Martels. Mevrouw Ramerman. Dank u wel, voorzitter. Ik vond de toezegging van de wethouder in zaken de cliëntervaringsonderzoeken van de jeugdzorg wel een beetje matig. Ik zou er toch graag wat meer zien dat er wat meer actie wordt ondernomen om die gegevens boven water te krijgen. En als u suggesties daarbij heeft, dan zijn die van mijn kant ook welkom. Nee, ik zei, natuurlijk zou ik dat graag willen, maar we hebben een poging ondernomen. Alleen je ziet nu dat het resultaat of de respons heel mager is. En als er andere manieren zijn, dan hoor ik dat ook graag van uw kant. Wij zijn nog zoekende daarin. Dank u wel, meneer Van Martels. Verder nog beantwoording, reactie op de beantwoording? Dan probeer ik samen te vatten dat we meer zicht hebben en meer grip op het hele sociaal domein, op alle ontwikkelingen die er zijn, die de hele transformatie met zich meegebracht hebben. Er zijn een aantal pluspunten genoemd dat we graag de themaverdieping als goed zien en dat we dat graag willen als raadscommissie. We verwachten veel van de mantelzorgcoach en de campagne vanaf januari. Nou ja, de ervaringsonderzoeken proberen daar waar het mogelijk is. De verbeterpunten en vanuit de evaluatie van de sociale kernteams, de SKT's worden ze genoemd, maar voor degene die die afkorting niet kent is een sociaal kernteam een SKT. Daar wordt aan gewerkt en daar wordt veel succes mee benoemd en gewenst. En ook de maatschappelijke resultaten en de verevening zoals die voorstaat in de toekomst, om in ieder geval het geld wat we in Dalsen uitgeven ook door Dalsen te laten betalen en niet meer. Dat lijkt wat dat betreft een goed plan. En we hopen, meneer Royakkers steekt zijn hand op, die wil nog wat aanvullen. Ik zou nou willen aanvullen dat ik graag toch in de toekomst iets minder speculatie en meer weten zie. Dat we ook echt weten wat er achter die cijfers zit en niet het kan zijn enzovoort. Dank u wel voor deze aanvulling. En we wensen de wethouder weer succes met het vervolgen van zijn pad in dit hele sociale domein, zoals het dan met een mooi woord heet. Dank u wel voor uw inbreng. Dat wat de agendapunten betreft inhoudelijke behandeling, dan hebben we nog staan vaststelling van de besluitenlijsten 5 september en 12 september. Wie wil daar nog opmerkingen naar aanleiding van inhoudelijk? Dan stel ik de besluitenlijsten van 5 september en 12 september 2016 vast bij deze. Hartelijk voor uw aanwezigheid, voor uw inbreng, voor uw zitten op de tribune. En we gaan even naar de koffie. En ik sluit hiermee de vergadering. Dank u wel.